Hoi, ik heb een nieuw whiteboard binnengekregen, want die van mij, die is stuk gegaan. Nou ja, aan het whiteboard zelf is niks stuk, maar hier zo bij de fotolijstje zat een glasplaat en die is gesprongen. Hier zit dus het nieuwe whiteboard in en we gaan hem even samen openmaken. Althans, hopen dat ik hem open krijg. Nou, dit is dan het whiteboard. Hij heeft dus een houten randje. En de rest is wit, want dat vond ik wel mooi. Want ik heb hier mijn bureau, is een beetje dezelfde kleur. En de plankjes hier ook. Dus dan wordt dat mooi doorgetrokken. Zoals jullie net gezien hebben, heb ik een mini kamer makeover gedaan. Het was al heel erg lang geleden dat ik iets aan mijn kamer heb gedaan. En nu heb ik er echt een beetje mijn draai aan gegeven. En ik ben nu nog steeds elke dag zo blij als ik naar mijn kamer kijk. Bijvoorbeeld het zithoekje. Ik denk, oh wat is het leuk. En het vloerkleed. Het is gewoon helemaal zoals ik het zou willen hebben. Dus daar ben ik uiteraard echt super blij mee. We gaan nu over naar zondag 13 februari. Ik ben de dag lekker begonnen met het nemen van een bad en het kijken van YouTube. En daarna ben ik met mama op pad gegaan en hebben we lekker gewandeld. Mama en ik die zijn aan het lopen in Purmerend. Het was de bedoeling het streepbord, maar we belanden hier. Dus ja. Niet vanwege een coördinatiefoutje hoor. Zo ernstig was het nou ook weer niet. Maar de auto had wat problemen met starten en dacht, nou ja, dan moeten we eerst maar eens even een eentje rijden. En dan zien we wel waar we komen. Maar ja, dat werden ze hier. Dus we zijn nu aan het lopen op de Purmerdijk, toch? Ja, klopt. Zo heet het, de Purmerdijk. Ja, met de ringvaart. Ja, vroegere polder natuurlijk, hè. Dus achter ons heb je de polder en voor ons de ringvaart. Zo. Ja. Dus we gaan er eentje lopen. Ik ben met Sanne en Simon hier ook, maar we hebben net gegeten bij Happy Italy. En we zijn nu in de bistro. Hi! En we gaan naar... Marry me! Waar is Simon? Ja, daar gaat ze. Ja.
film af was, ben ik met Sanne samen naar haar huis gereisd in Nek. Daar ben ik dus blijven slapen. De volgende ochtend hebben we eerst lekker ontbeten en vervolgens zijn we lopend naar Purmerend gegaan. Zijn we daar nog even de stad in geweest. Daarna was het tijd om naar huis te gaan. Donderdag 24 februari heb ik banaan-eipannenkoeken gemaakt als ontbijt. Om 1 uur moest ik werken op de peutergroep en daar staat nu het thema winter centraal. Vandaar dat we de pinguïns hebben geknutseld en dit was een stukje beeld wat ik heb kunnen maken. Het is vrijdag 25 februari als ik het goed heb en het is 10 uur. Ik heb vanochtend lekker gesport en ik ga nu expeditie Vips of expeditie Allstars, ik weet niet hoe ze het precies noemen. Maar dat de oude deelnemers, de winnaars en finalisten, dat die tegen elkaar gaan strijden, ga ik terugkijken. En ik ben wel heel erg benieuwd wat ik ervan ga vinden. Want dat zal natuurlijk wel anders zijn dan gewone expeditie. Want deze mensen hebben al ervaring erin en zo. Maar ja, ik ga het nu aanzetten op mijn laptop en dan gaan we dat lekker kijken. Rivka hier van de toekomst. Ik ben de vlog nu aan het editen en ik zie dat ik eigenlijk helemaal geen update meer heb gegeven over wat ik nou precies van expeditie Robinson Vips vond. Of Allstars, weet ik nog steeds niet. Ik onthoud niet hoe ze het nou noemen. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel heel gaaf. Wel heftig meteen de eerste opdracht, 2 mensen. Ik vind het wel interessant, want ze hebben dus mensen vanuit hetzelfde jaartal en verschillend. Want het zijn bijvoorbeeld 3 uit 2013 en dan weer 2 uit 2018, eentje alleen. En dan heb je toch misschien wel banden van vorige expedities die je dan aangaat of juist niet. En nadat ik expeditie heb gekeken, ben ik naar Emma gegaan. Met Emma zijn we op de fiets gegaan naar de stad en daar hebben we geluncht bij de tuinkamer. Het was daar heel erg druk en we hadden een plekje precies in de doorgang. Dus dat was ook echt een komen en gaan van mensen. Maar we hebben even goed lekker gegeten en gedronken. En daarna zijn we nog de stad in geweest. En nou ja. Dan gaan jullie nu weer over naar de beelden die ik daar heb gefilmd bij de edelstenenwinkel en de boekenwinkel. Even onderbreken. Uiteindelijk was ik om 11 uur thuis of zo. En ik was mijn huissleutel nog vergeten mee te nemen. Want we waren natuurlijk in de tussentijd hier geweest om de soep op te halen. Toen heb ik mijn sleutel gewoon op een plankje gelegd in de gang en niet meer meegenomen. Maar ja, mijn fiets stond nog bij Emma. Dus toen moest mama komen om mijn sleutel te brengen. Nou, wat ik al zei, gelukkig zit er, ben je er zo. Dus het was eigenlijk een hele gezellige avond. Ik wil jullie bij deze ook bedanken voor het kijken van de video. En tot in de volgende video. Doei!